Veel geavanceerder dan helderheid, contrast zijn kleurniveaus. Je krijgt het schermpje met een hoop mogelijkheden. Klik in het menu kleuren op kleurniveaus en dan zie je dus dit schermpje waar ik gezegd heb. Eh, een heleboel mogelijkheden. Maar niet getreurd of niet schrikken, komt allemaal goed. Bij waarde kies je een kanaal. Een waarde betekent dus alle kanalen. En je kan het ook kiezen voor rood, groen of blauw of zelfs alfa. En dat is dan transparant. En daaronder zie je een grafiek van dit kanaal en hoeveel die in je afbeelding aanwezig zijn. Zo zie je dat er weinig rood in mijn afbeelding zit en meer groen en blauw. En geen alpha, oftewel geen transparantie. Het is een afbeelding onder water, dus logisch dat daar minder rood in zit en meer groen en blauw. Ja, hier kan je dus kiezen welke kanaal je wilt bewerken. Of als je op waarde zet, dan bewerk je dus alle kanalen. Klik op de zwarte pipet om aan te geven welke plek in je afbeelding eigenlijk helemaal zwart moet zijn. Dus ik ga naar het meest donker stukje, hier onderaan de duikhelm, en dan klik ik op mijn pipet. En dan geef ik aan: hier moet die donker zijn. Gimp zal de andere waarden aanpassen naar dat punt, wat voor een, ja, een donkerende, meer contrastrijke afbeelding zorgt. Hetzelfde kan je ook doen met witte pipet omdat de letters letter als helemaal wit zijn, zie je niet zoveel verschil mee kan. Dus ook aangeven, dit moet helemaal wit zijn. Nu is de afbeelding best donker. Ja, je kan het handmatig aanpassen door het zwarte driehoekje te verplaatsen. Dit zwarte driehoek is je zwart punt. De witte rechts, je wit punt. En de grijze, de middelste, je grijs punt. Dit kan ook met alle kleurkanalen, dus apart. Experimenteer ermee, totdat je een look krijgt die je mooi vindt. Nog veel meer info hierover op 2d3D.gratis